Ergens in Nederland stond een klein boerderijtje waar een uiterst merkwaardig gezin woonde. Het gezin bestond uit een boer, een boerin, hun dochter Koosje en een keukenmeid. We beginnen het verhaal in de keuken, waar de meid bezig is pannenkoeken te bakken voor Koosje. Want Koosje heeft een onverzadigbare eetlust. En er moet ook nog koffie gezet worden. Ze heeft het er maar druk mee vanavond. In de ouderlijke slaapkamer is de boerin bezig te bevallen. De meid schenkt koffie in voor de dokter. Het belooft een lange nacht te worden. Op haar weg terug naar de keuken loopt de meid langs de huiskamer waar de boer op tafel in slaap is gevallen. Terug in de keuken zit Koosje alweer hongerig te wachten op de meid. Ze wil nog meer pannenkoeken. Het kleine broertje van Koosje heet Simon. Bij zijn geboorte ligt zijn toekomst al vast. Hij zal later de boerderij overnemen. Die nacht klimt de meid in haar bedstee voor haar welverdiende nachtrust. Terwijl ze nog een beetje ligt te peinzen over alle gebeurtenissen van de dag, gebeurt er iets vreemds. De meid schrikt op en vindt aan haar voeteneind haar zoontje. Durf je eindelijk? Simon kwam zoals normale kinderen na 9 maanden. Het werd tijd dat jij je ook eens liet zien. Ik noem je Rolf. Je hebt een hoop in te halen. Ga maar gauw naar buiten. Ik ga nu slapen. Maar 's ochtends, als zijn moeder nog in diepe slaap is, kruipt hij stiekem terug. Vanaf de nacht dat hij verscheen, kruipt hij elke nacht naar buiten en 's ochtends weer terug, waardoor zijn moeder hem al gauw ongeboren Rolf gaat noemen. Jaren gaan voorbij zonder dat iemand van het bestaan van ongeboren Rolf afweet. In de tussentijd is Simon uitgegroeid tot een kleine jongen. Hij droomt van verre reizen. Maar helaas denkt zijn vader daar anders over. Simon wordt zijn opvolger. Als hij, de boer, oud is, zal Simon de boerderij runnen. Vandaag staat er een belangrijke les op het programma. De boer wil Simon een varken leren slachten, maar Simon wil niet, tot grote ergernis van zijn vader. Koosje, hongerig als ze nog steeds is, kan niet wachten tot de meid binnenkomt met het avondmaal en zoals gebruikelijk schept ze zichzelf een flink bord vol. Die avond wordt er stilzwijgend gegeten. De boerin, even ongeïnteresseerd als altijd, de boer teleurgesteld in zijn zoon, Simon stil en verdrietig en Koosje met enkel aandacht voor haar eten. Later die avond komt ongeboren Rolf weer uit zijn moeders buik om buiten rond te gaan sluipen. Simon, een kamer verderop, kan niet slapen. Wat was dat nou? Het leek wel of daar een klein mannetje voor mijn raam liep. Simon, nieuwsgierig als hij was, moest weten wie of wat daar zojuist voorbij liep. En zo geschiedde het dat Simon en ongeboren Rolf elkaar leerden kennen en goede vrienden werden. Diezelfde nacht nog stelde Simon, ongeboren Rolf, ook voor aan Koosje. En in de jaren die kwamen spraken de drie regelmatig met elkaar af om 's nachts buiten te spelen. Als de boer overlijdt, weer enkele jaren later, breken er lastige tijden aan voor het gezin. Simon is niet geschikt voor het runnen van de boerderij en al gauw gaan de kooplui op zoek naar andere boerderijen voor hun waren. De boerin ziet geen reden om te blijven. Ze heeft weinig met haar kinderen.
Ze zijn oud genoeg om voor zichzelf te zorgen, vindt ze. Ze vertrekt naar een huisje in een nabijgelegen dorp. De meid neemt ze mee. Als de koffers van de boerin gepakt zijn, loopt de meid nog even snel naar de keuken om haar schort in te pakken. Plotseling komt ongeboren Rolf tevoorschijn. Ik wil liever bij Koosje en Simon blijven, zegt hij. Goed, wat jij wilt, antwoordt de meid. En de meid en de boerin vertrekken voorgoed. Wat moest er nu van de kinderen worden? Eén ding wisten ze zeker. Op de boerderij blijven was geen optie. Koosje kon zich nog amper bewegen. Simon kon niet voor inkomsten zorgen. En Rolf had ook nooit een vak geleerd. Er zat dus weinig anders op dan de boerderij achter te laten en hun kansen in de wijde wereld te beproeven. In het vijfde dorp dat ze passeerden was er op dat moment kermis. De directeur, een echte zakenman, zag het vreemde drietal voorbij lopen en iedereen staarde hen aan. Zo'n gigantische vrouw hadden ze nog nooit gezien. En dan dat kleine mannetje en die lange slungel. Snel bedacht hij een plan. Hij bood ze een baan aan op de kermis. Alleen niet als medewerkers, maar als attractie. Koosje, de dikste vrouw van de wereld, en ongeboren Rolf werden tentoongesteld. En Simon zorgde dat het theatertje er netjes uitzag.